Een cluster van ministers heeft gisteren overleg gevoerd met de veiligheidsbonden op het kabinet van de president. Ze bespraken afspraken met Ravaksuur en de voortgang van de onderhandelingen. De sfeer was positief en beide partijen stonden open voor elkaars voorstellen. De veiligheidsbonden dienden een afwijkend voorstel in dat door deskundigen wordt uitgewerkt. De regering streeft naar een oplossing die de stabiliteit van het land behoudt en binnen de economische ruimte past. Minister Albert Ramdin had op 30 augustus een ontmoeting met de Cubaanse ambassadeur Fakri Rodriguez Pinelo om de samenwerking in de gezondheidszorg te bespreken. Cuba zal binnenkort 10 gespecialiseerde verpleegkundigen sturen naar het academisch ziekenhuis in Paramaribo. Ze bespraken ook de achterstallige schuld van Suriname voor Cubaanse medische diensten en Surinaamse studenten in Cuba met mogelijke oplossingen via een compensatiemechanisme. Daarnaast bevestigde Suriname zijn afwijzing van de Amerikaanse blokkade tegen Cuba en zal dit opnieuw aankaarten tijdens de komende VN-vergadering. De politie van het bureau Brokopondo kreeg in de avond van maandag 2 september een telefonische melding dat er rond 10 uur in de avond een woning geheel is afgebrand in het dorp Pikingslee. Daarbij zijn er 2 doden te betreuren. Volgens bekomen informatie gaat het in deze om de slachtoffers AA, meer genoemd kapitein Sambo, en zijn vrouw BH.